Welkom mensen van Dutch Minecraft Games bij een nieuwe Let's Play serie Assassin's Creed 4 Black Flag. Nee, zo gaat hij niet heten. Natuurlijk wel een goede naam hebben, hè? Ja. Yeah. Nou, laten we even gaan opstarten. Nou, mooi is opstarten. Je ziet nu een heel filmpje. Ziet er best mooi uit. Ik zei niet dat hij het helemaal zou doen. Ik ben 90% zeker van wel. Er kan altijd natuurlijk iets gebeuren. Van dat hij ineens crasht of zo, weet ik veel. Nou, we gaan hier nog niet van deze Let's Play serie. Hij is trouwens nu nog niet met de facecam als jullie dat willen. Want ik weet niet of iemand dat wil bij Assassin's Creed. Maar als jullie het willen, moet je het even neerzetten in de reacties. Oké, let's move. Our helmsman's dead! Someone take the wheel! Oké, laat het af. Fire cannon, ja, shoot die, ja, ja, oké, het zal wel. We will try. Sink enemy ships. Where are the enemy ships? Enemy fire! Oh, that's an enemy ship. Warship incoming, Captain! Shoot! Sink Caesar Casa! Royal Horse Fire! Oh, zo moet ik schieten, ik dacht echt een meisje. Awaiting orders! Fire! Not so difficult. Enemy styles! More of them, sir! Oh. Any of friends coming, come in! Fire! This will give them good broadside! Ready! Wait, it's gelijk al in action and shit. We're ready, sir! Okay, come on. Draaien. Oh. Grote ship. They bring reinforcements, Captain! Come on. Fire! Incoming fire! Taking damage here! Bastards! Down to the drink! They're on the ball line to hell! Ik had zo trouwens mijn Fire! Ik weet niet of jullie me goed kunnen horen. Ik gok van wel, maar... Fire! Zekerheid. Unload all the shot we have! Down to the drink! Down. Yeah. It's going up! Douse the flames! Get in there, you mongrel! Okay, this is kapot. Hey, ik wil zo'n park. Ah, nou word ik er nat van. Oké, we gaan het geluid even snel even iets zachter zetten voor zekerheid. Options. Sound. 2 denk ik voor de zekerheid. De stemmen doen we dan op 5, want je moet ze wel kunnen horen praten natuurlijk. Nou, zo. Oké, ik heb het geluid even iets zachter gezet. Ik zet mijn headset wel even iets harder. Is it dangerous? Oh, die staat Edward. Hm? Kunnen jullie me Private goed horen? Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. But why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. Ik heb wel een fortuin nodig. Tuurlijk wel. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. Ja, I want walls that hold ik. Back the wind. Mm-hmm. I want a decent life. Ah. How long would you be gone with these privateers? Ik hoop ook dat hij dat gaat doen, maar... A year, I reckon. Doen we de schip opbouwen en shit. 2 at the most. We zijn alweer 5 minuten bezig. No more than 2. Snel, jongen. Promise me. Promise me? Nee. Oh, ja. Ja, hoor. Voor... Ha. Ik weet nou wel wat ze gaan doen. Dat weten jullie ook. Weten we maar al te goed. Hij is best lang onder water geweest. Als ze die hele schepen konden
sink and shit. Okay, come on. Swim. Keep swimming, keep swimming. Ah, ik kan het water niet slaan. Punch de water. Dan doen we het in gedachten. Punch de water. Hold het pijltje naar voren. Oh. Het pijltje. Ja, gewoon shift dus. Het vak. Ik dacht al, pijltje naar voren. Dat is wel heel onlogisch. Keep swimming, keep swimming. Punch de water. Punch de water. Keep swimming, keep swimming. Punch de water. Punch de water. Oké. Okay. Dat moest er even uit. Nou, ik altijd alles moeten zeggen. Kom op, van een beetje water ga je toch niet liggen, jongen. Poedel. Ik ben even poedel. Wel mooie tanden voor als je zo'n skeerhuis hebt, waar je zelf zei. Ja. Oké, okay, daar viel iets bij mij. Maar mensen, ik wil even iets vragen aan jullie. Was it good for you? Zou ik well? Alle cinematics zoals dit, Havana, die ik net kon skippen? I must get to Havana. Zou ik die doorspoelen? Well, of zou ik die laten zien? I can pay you. Laat dat echt isn't achter that in the sound you pirates want, ja, like best? 100 escudos. Want ik wil het best laten zien, maar het gaat wel meer tijd kosten. En misschien denken jullie van, ik wil die vuiltjes helemaal niet zien. Dus laat dat echt achter in de reacties. Keep talking. Keep talking. Or won't you? Nou, ik heb geen keus. Ik moet you don't have that gold on you now, willen. Do you? Nee. Dat geluid. Bloody fucking pirates. Haha. Je gun is stuk. Pak hem jongen, je hebt een zwaard, je kunt hem steken. Lekker prikken. I'm on to you, Snigsby! Kom op, we gaan hem pakken toch? Find the assassin. Nou, ik vond hem net. Come on, mate! We're off to a bad start! Hoppakee, hoppakee. Where are you? I wanna hug you. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Waar is die aapje? Find the assassin. Waar moet ik zoeken? Hallo boom. Hold shift while moving forward to climb. Ja, daar ben ik toch mee bezig. Voelen wap. Op hier kunnen we op klimmen. Zit alleen aan de verkeerde kant. Mensen, het pijn me. Ik klikte heel even mijn opname knopje uit. En er is weinig gebeurd. We waren even dom aan het zoeken. We could work together on this. Oké, okay, daar is hij. We gaan hem pakken. Hij deed zo'n adelaarsje. Dat hoorden we. Als jullie Assassin's Creed kennen, weten jullie wat ik bedoel. Waar is hij? Is hij nou hier? Waar de hel is hij? Van hier toch? Ja, kom op. Wow. Jump. Ja. Ik had gelijk en shit. Stel ze. Keep your distance! Au, mijn ballen. Oh, daar gaat hij eraan, jongen. Kom op. Pak je gewoon. Oh, come on. We are almost there. Get in. Ik heb mijn opnameknop niet meer uitdrukken. Ik ga hem denk ik weer verzetten. Deze is wel handiger, maar ik ga hem denk ik weer verzetten. Want nu zit hij op mijn muis. Ah. Oké, okay, hoe moet je vechten? Zo dus. That's not so difficult. Kijk, hier, weer zo'n cinematic. Moeten jullie nog steeds zeggen van... Ja, ik ben de beste piraat ooit. Is dat drinken? Oh nee, dat is een glazen plaatje. Fuck. Oké, kom op. Senor Duncan Walpole. Senor Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. Lekker loot. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Oh, hij gaat natuurlijk de pak aan. Though I will not know your face by sight,
I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste. And trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Om je arm doen. Mr. Walpole? Om je arm. Jongen. Let's collect your reward. Oh, hij gaat natuurlijk zijn reward ophalen. Want dat zei hij net. Ah. Okay. Where do we have to go? Point our way to Havana. Ik hoop deze kant. That schooner will do me just fine. Oeh, dat lijkt me spannend. Hoe gaan we dit aanpakken? Hier naar beneden. Where do we go? Wacht, daar is zo'n penis die uit de muur steekt. Ja, ik zei het je. The Commodore's got to head to Kingston. We're to commandeer this other ship and follow. Stalky zones. These investigation can be the stalky zones that allow you to hide, move, undetect and approach target stealthy. Oh, dus oftewel gaan deze dingen zitten. En nobody sees you. Go. Quiet, you bleeding pirate. You'll hang for the mess you made out there. Sir, daarin. I had nothing to do with this attack. My crew and I had merely anchored to water and resupply. Okay. Ik vind het spel wel veel mooier dan 3-3 vond ik al redelijk, maar... Stop them! Dit is best wel mooi. Give me one reason I shouldn't vent your skull. Take my sugar! Take anything you like! Hoe gaan we hem bevrijden? YOLO. You go down like a sack of hay. Ja, naar de types. Ja, joh. I'll pay you! Anything you like! Kom op, pak me, pak me. Kom op, pak me dan. Hayatakataka! Ik like het. Ik vind het gevecht van Assassin's Creed verkeerd. By God's grace, sir. Al die trucjes. You saved me. A profusion of thanks. We zijn nog gewoon een kwartier bezig. Ik denk dat ik de aflevering 20 minuten ga maken, omdat je anders het spel echt niet op. Dat weten jullie ook wel. Here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh. That is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ik ga die geluid van hun stem ook zachter zetten. Ook rond de sound. 2. Zo. There we are. We are back. Ik heb wat stemgeluiden zachter gezet, zodat jullie mij kunnen horen. Quick and easy, if I may say. All things considered, is that a bit harder? Day, hasn't it? That hurts you. A mooie dag. Nobody likes you. Reach the ship wheel, okay. That's not niet zo moeilijk. Wow, op mijn water. Stealth swim, hoe doe je dat hoor? Dat is gewoon duiken. Zeg dat dan dive. Reach the ship wheel. Daar lag wel zijn schatkamer, maar die vinden we later wel. We gaan eerst een beetje de story doen. Later zien we wel wat we gaan doen. Ah, oh, nou is het water niet blauw. Oké, lijkt me dat we hier er wel op kunnen. Ja, mooi. Hello there, nice and cozy. Hallo wheel. Ja, ik heb hem toch gereached. Reach the ship's wheel. Nou, ja, eindelijk.
veel auto mee. Ik denk dat we dit nog even doen. En dan denk ik dat de einde aflevering wordt. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? Veel out of the way. There's a tug of the wind in my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell. Ben de kapitein van de eeuw. The raw stink of de eeuw kapitein. Ah. That's a top way of seeing it, mate. Okay. It's deze rots. Dan moeten we hier zo links af. We've really opened it up now, haven't we? So. Mooi deze kant. Ik vind dat het fijner stuurt dan bij SS Creed 3. Daar je ook schepen, alleen ja. Die is meer gericht op de schepen, omdat iedereen voor met de schepen geweldig is. Pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oké, laten we zeilen. Zeilen, ja, varens. Varens, zeilen, combi tussen twee. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small. And I have nothing of immense value. Sugarcane, yields, molasses, rum, that sort of thing. Er is trouwens een kleine verandering in mijn schema. Dat was zondag elke week een vlog. Komt zondag sowieso een let's play. Want ja, wat? Hold down! Hold down! Oh ja, ik druk al op S om gewoon achteruit te gaan. Rustig aan. Hé hey, vogel. Vloog die nou door dat ding heen? Oh, flamingo! Get the mainsails into the wind! Nee, nee. Fuck. More sail! All sail! Yeah. Reef it all top! Zo, dat was een mooie drempocht. Maar in ieder geval, dus komt er niet elke zondag een vlog, want ik heb niet elke zondag iets nuttigs te vertellen. Maar er komt elke zondag sowieso een let's play, waarschijnlijk vaker per week, maar sowieso elke zondag. Ja, let's plays moet je nou wat vaker doen, anders speel je het nooit uit. Dat is een spel kan 5 uur gameplay zitten en als je dan elke week doet, dan ben je echt 20, 30 weken bezig met één fucking serietje. Oh, daar hadden we dus... Nee, dat was niet gedaan. Dat was niet. Ik dacht, dan kunnen we tussendoor, tussen dat mooie gat, poep, gat. Hoe zijn jullie eigenlijk in de B gekomen als jullie geen kapitein hebben? Dit wordt volgens mij mijn schip. Hij is nu nog scheer, maar deze kun je uitbreiden en shit. In ieder geval. Oh, fire! Oh no. Oh, walvis! Oké, laat hem niet mijn boot beuken. Ik weet niet of het kan, ik heb walvis gezien op trailers en zo. Nou ja, als hij mijn boot in één keer sloopt, word ik boos op de walvis en dan is het doei walvis. Speed up way. Oh, ik wou net speed uppen. You're a natural sailor, Duncan. Ah, natuurlijke zeiler. I did a decent trip at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. Nou, zijn leven was niet zo super. Hij leefde in een ding waar hij secret van eet en de muren niet eens wind tegenhielden. Dus dat is bijna wel kak. Het is kak voor hem. Het is heel kak voor hem. Echt kak. Fantastic work. Very promising. Fantastic work. Tuurlijk, ik doe alles wat ik doe fantastisch. Zoef, 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 zoef. Alright, easy now. There you go. Welcome back. Ja mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van de eerste aflevering van Assassin's Creed 4. Doe even een like op deze video. Abonneer op Dutch Minecraft The Game. Zeg of ik een facecam moet doen of niet. Zeg of ik de cinematics moet skippen of niet. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!